Nou, wat we geprobeerd hebben is een cursus aan te bieden voor mensen uit de sportwereld die vragen hebben over hoe kun je beter omgaan met de jeugdige binnenclub. En we hadden super enthousiaste cursisten die echt zelf al een enorm goed pedagogisch niveau hadden, maar toch nog iets meer wilden weten. En ik denk dat dat op zich heel goed werkt. Dus we hebben van bepaalde eenvoudige pedagogische principes hebben geprobeerd om daar iets van te maken waar ze direct morgen in de club mee verder kunnen. Ja, erg mooi om ook te zien dat de breedtesport aanwezig is. Dus topsport vanuit Sparta. We hebben de klimsport gezien, de atletiek, turnen. En heel mooi om de diversiteit van sporten en deelnemers te zien. En ik hoop dat we ze een stukje pedagogische basiskennis hebben kunnen meegeven. Zodat ze in hun club het verschil kunnen gaan maken voor kinderen en hun ouders. En wat heel leuk was, dat ze zeiden, we willen nog meer leren. Ja. Ja, zojuist klaar met de cursus. Super gaaf. Ik heb heel veel nieuwe inzichten geleerd. En eigenlijk voor iedereen die met kinderen op sportief gebied werkt, is dit, ik zou bijna zeggen, een must. Ik vond de cursus echt heel leuk om te doen. Ik heb zelf pedagogiek gestudeerd en ik ben pedagoog. Dus ik was ook heel benieuwd of ik iets nieuws ging leren. Nou, dat is ook zeker gelukt. We hebben hele competente en enthousiaste mensen. En het is heel interactief en ik heb er zeker iets aan gehad. Je leert echt met kinderen en jeugd omgaan. En dat niet alleen, ook leer je begrijpen hoe je ouders moet aanspreken op bepaald gedrag. Dus wat mij betreft aanraden, doen.